Het officiële onderzoek naar het einde van vlucht MH17 lijkt nu goed op gang te komen. Maar er is ook een beroemde Britse blogger op zoek naar de waarheid. En hij komt met opmerkelijke conclusies. Hij zegt dat de Russen liegen en hij zegt dat hij het kan bewijzen. Elliot Higgins doet niet anders dan de hele dag hier op kantoor in Leicester video's en foto's analyseren die hij op het internet vindt. There's kind of a lot of hidden information there, and when you're having, you know, counter narratives are being produced from conflict zones, it can, you know, help you find the truth of a situation. Elliot Higgins is niet zomaar een blogger. Hij doet al jaren onderzoek naar de oorlog in Syrië. En hij was een van de eerste die kon bewijzen dat Assad chemische wapens gebruikte. En nu verdiept hij zich ook in de ramp met vlucht MH17. The first video I came across was one that showed what looked like the missile launcher leaving, going down the road, leaving a town. Volgens de Oekraïnse overheid is het de stad Luhansk in handen van de rebellen. Maar de Russische minister van Defensie zei deze week dat Oekraïne liegt. De boeklanceerinstallatie die de MH17 neerhaalde zou helemaal niet door rebellengebied zijn gereden, maar door een stad een eind verderop, waar het Oekraïnse leger de baas is. Снимки производились в городе Красноармейске, что подтверждается находящимся рядом с дорогой баннером. Maar Elliot Higgins kan aantonen dat de video wel degelijk in Luhansk is opgenomen, in rebellengebied dus. Here we have an image that's of the billboard. This is what the Russians said and this is what they claim was written on the billboard. But when we actually look at the billboard that's in the actual location, you can tell it says nothing of the same. It's completely different. So that means the Russians are lying about what was written on the billboard. En hij heeft meer foto's gekregen van inwoners uit Luhansk die één op één matchen met het beeld uit de video. They took a photograph of the lamppost. It's identical in every way. We've got the grass curb that's in the video. Again, that's identical in every way. The grass is in the right position. The lamppost is in the right position. There's cables above the road that have the same structure and design. Elliot twijfelt niet aan de authenticiteit van de foto's. If there's something wrong with these images, you'll spot them eventually. But every single part of the image is a perfect match. And it would basically require there to be an identical looking location in a completely different town in Ukraine for the Russians to be telling the truth. Het motief van de Russen weet Elliot niet, maar is ervan overtuigd dat ze er alles aan doen om te verhullen dat de lanceerinstallatie na de aanslag op weg was naar Rusland. Vanessa Lamselt, RTL Nieuws, Leicester.